Nog wat staat te horen. We zijn naar hier gekomen om te kijken naar de projecten die Nivea België en Frankrijk samen ondersteunen. Het is de eerste keer dat ik een humanitair project bezoek, ja. En het doet mij wel wat. Het is harder dan ik had gedacht om zo geconfronteerd te worden met de realiteit. Want je kan dat lezen, je kan dat op televisie zien. Maar als je ter plaatse bent en je kan de mensen zien, je kan de mensen vragen stellen, je kan met je eigen ogen zien hoe dat ze leven. Ook hoe dat we naar die huizen gaan, dus dat is niet gewoon uit een auto stappen en gaan. Nee, we hebben een hele tocht moeten doen door de bergen, slechte wegen. Ja, So there are 5 people living in this house. Mm. The couple and 3 children. Mm-hmm. And this is their house, which is about 30 meters square. This is the kitchen area. We are sitting around the fire. And this is the living room. Het is niet de eerste keer dat ik naar Vietnam kom. Ik ben 1,5 jaar geleden hier al eens geweest, als toerist dan wel. En toen zijn we eigenlijk vooral in Centraal Vietnam op bezoek geweest. Maar wel, je meer ziet hoe dat, plan dan wel samenwerkt met de overheid om een beter Vietnam te creëren. En dat zie je absoluut niet als toerist. Daar zie je enkel de situatie zoals dat nu is. En nu zie je meer van waar dat ze komen, waar dat ze nu zijn en waar dat je dan naartoe gaat daarna. In the village, maybe 75% people living under poverty line. As winter is coming, they are sharing experience and knowledge on the topic of keeping children warm. Hi, I am Lien. I work for Nivea and we are here because Nivea sponsors Plan this project here in Vietnam. Wij steunen de projecten in het hoge noorden van Vietnam, in de provincie Ha Giang. Beiersdorf heeft daar gesponsord om een kleuterschooltje op te richten. En we zijn gisteren naar daar gaan kijken voor de eerste lessen bij te wonen. Want het schooltje is pas opengegaan begin september, dus ze zijn nu een maand bezig. En we hebben kunnen proeven van hoe dat de lessen daar worden gegeven. Chúng tôi đã xây dựng cùng với địa phương xây dựng điểm trường mầm non Háo Gió Cỏ và các anh em đến ở đây. Thứ hai, chúng tôi có tổ chức kích hoạt CLTS về vấn đề vệ sinh sạch môi trường. Và thứ ba là chúng tôi đã thành lập cái nhóm cha mẹ và cái nhóm cha mẹ đã được triển khai hoạt động ở đây. Và thứ tư là y tế thôn bản của thôn Háo Gió Cỏ được tham gia tập huấn ở Thảo Vân Lên để chăm sóc các bà mẹ mang thai tốt hơn. Plan is ook geen organisatie die geld doneert en dan zegt trekt uw plan. Ze gaan ervoor zorgen dat een project is dat blijft duren. Ze blijven ook verschillende jaren in een regio. Ze blijven daar constant, permanent. Elke dag zijn er mensen van plan die in de communities gaan, die gaan praten met de verantwoordelijken van de dorpen, die gaan praten met de leraars, die gaan praten met de ouders. Om in telkens weer step by step bij te brengen hoe dat ze een minder hard leven kunnen hebben. In this school, you can see Plan supports the infrastructure, that means the constructions of the buildings and the equipment and facility here. But more important, we support the teachers in active teaching methods, and we also help them to improve the way they organize activities, the way they mobilize people to participate in education in the school. Since the project finished, they have reached 100% of the children who go to school. And that is excellent because you know this is one of the poorest commune in the poorest district, but they reach the achievement that other districts cannot achieve.
kijken naar de waarde van plan en de waarde van Nivea, dan komen die eigenlijk wel overeen. Wat dat plan doet, is zorg dragen. En wat dat Nivea doet, is eigenlijk ook zorg dragen. Wat dat wij eigenlijk proberen te doen, is dat we een leuk en aangenaam leven willen geven aan vrouwen en kinderen en het gezin in een bredere context. En dat is wat dat plan ook doet, maar het is wel op een totaal ander niveau. Hier gaat het om basisvoorwaarden, terwijl wij eigenlijk vooral bezig zijn met schoonheid en je goed voelen in je vel, wat dat hier nog helemaal niet ter sprake komt eigenlijk. Onze claim is dan ook, we believe that every child deserves the best care. Dus die care die komt terug zowel bij ons als bij plan. En vandaar dat de link op dat gebied al gedaan is. Wat er voor ons ook een belangrijke link is, is dat plan zich voornamelijk focust op vrouwen en op jonge meisjes. Het schept echt een motivatie om er verder mee te willen doorgaan. Het is echt een eerste kennismaking, het is heel positief. En ja, dan hoop ik dat ik er later nog bij Bijerzorg of met een ander bedrijf verder kan in doorgaan om eigenlijk mensen intern te motiveren en dan terug te komen binnen een paar jaar om te zien wat er dan werkelijk veranderd is met geld dat we gedoneerd hebben. En hier, maak het zo.